Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat de korpsleiding erop zal toezien dat alle aangiften serieus genomen worden. Hij zei dit woensdag voor aanvang van de ministerraad. Dit is een serieuze vraagstuk, omdat elke politieambtenaar, wanneer je een melding krijgt, if je vindt een aangever, confessie, moet je die verklaring, die aangifte, moet je serieus behandelen. En wij gaan erop toezien, de korpsleiding ga ik ook hierop aanspreken, de ressortcommandanten, de chef van diensten, taki, met den tak naga den schoot meneer, naga den schoot mevrouw, taki. Elke aangifte is belangrijk en moet onderzocht worden. Ik denk dat ik go om management, ik go om commitment voor den schoot personeel. Dat elke aangifte moet serieus worden genomen, omdat als man nog moet ponen also voor kon naar school toe, voor kon lafu of voor kon gitori gewoon. Nee, als man ik kon aan behoefte en als school toe korps de ten diensten voor de samenleving. Amoksi gaf aan dat agenten die buitensporig gedrag vertonen of zaken niet goed afhandelen, gerapporteerd zullen worden. Waar nodig zal er strak opgetreden worden door de leiding. De minister gaf ook informatie over de nieuwe lichtingen bij de gewapende machten. Ten aanzien van de opleidingen bij de politie, u weet het, nu hebben we een basispolitieopleiding. Is er ingaande. We werken heel snel erna om ook weer een lichting binnen te halen. En daarnaast gaan we kijken als we misschien in het westen een opleiding kunnen draaien, ook in het oosten, zodat we versneld ten aanzien van de basis meer manschappen, meer personeel kunnen hebben. Als ik me niet vergis, die andere opleiding, bijvoorbeeld kaderopleiding bij de politie, de inspecteursopleiding bij de politie, die moeten ook aanvangen. Bij de inspecteursopleiding gaan we met een eerste module beginnen. Dat is de hulpofficiersmodule. Dat volgens mij awikidis of trawiki amuspidi. Amoksi zei dat het minimale opleidingsniveau voor toelating tot de politiedienst een MULO-diploma is. Voor de specialistische diensten zal het instroomniveau naar een middelbare opleiding getrokken worden.